kanaal 20. En praten met Roderick. Oké, praat nog eens een keer naar mij toe. Dan film ik het eventjes via de telefoon. Dank u. Ja, helemaal op. Nou, en als jij gaat praten, dan kom jij dus op mijn bakje met heel veel ruis binnen. Dus ik ga zo meteen even over op jouw auto en dan ga ik het ook even filmen. En dan kan jij het verschil zien wat het probleem is of wat dan ook. Ik hoor je zo over en ik ga nu even mijn dingen even afkoppelen op mijn auto. En dan ga ik naar jouw auto. Dus ik denk binnen nu en 3 à 4 minuten. Tot zo. Tot zo. Ja, hallo, hallo, hallo. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Hoor je mij ook? Over. Ja, helemaal goed. Helemaal prima. Alleen als er ruis, dat onderdrukt niet goed. Nee, of je moet eventjes aan een knopje zitten. Dan gaat het ruis ook weg. Ja, hallo, hoortjes. Ja, dat klopt helemaal niks meer. Geen idee hoe dat ding werkt, want dat ding is nog zo oud als de weg naar Rome. Ja, het is het mute-knopje, hè? Dan hoor je niks meer inderdaad. Niet, jammer. Maar Emma, dat is wel lekker rustig, toch? Ja, ik kan het goed uitzetten. Maar dus moet toch even nog een bakje hebben. En dan kunnen we dat met jouw transformator aanschakelen. Dan kan je binnen ook nog babbelen. Hoe zei je dat binnen? Hoe, wat, wie, wat, waar, hoe, waar, wat? In plaats van dit bakje, een ander bakje, en dan kan je transformator koppelen. Dan kan je binnen ook babbelen. Ja, het zal, we gaan het wel meemaken. Dus, maar je komt hier luid en duidelijk over beter als op mijn bakkie. Dan is het goed. Gaan we even over? Ja, ik kan jou luid en duidelijk horen en daarin zei ik al, jij komt op jouw bakkie in jouw auto beter over dan op de mijne. Oké. Dan kom ik wel even beneden. Want, hoezo? Dan ga ik even in jouw auto zitten, kan je horen wat daar gebeurt. Ja, oké, check, is goed. Hey, hallo, hallo, hallo. Hi. Hi! Ja, je kan daar parkeren. Nee? Je kan bij Rovoor parkeren. Hè? Huh? Weet ik, I know. Welk kanaal? 20 of 27? Volgens mij gewoon 27, toch? Hallo, hallo, hallo. Hallo, ik hoor je helemaal buiten duidelijk. Helemaal goed. Ja, en ik hoor jou hier ook luid en duidelijk. En je ziet, als ik dus praat, heb ik 7. En als jij gaat praten, praat jij eens. Hallo, helemaal goed. Dan kom jij echt verder dan wat ik kom. Maar dat ga je ook zo meteen zien. We gaan even switchen. Tot zo. Oké, de buurman die heeft geparkeerd. Hij is ook net zoals jij en voorzichtig, Ro. Maar ja, we gaan eens even testen. Moet je mij... Nou. Nou, we gaan eens even weer testen. Patatatap, hoppata. Hoppa, doe ik even die zo. Doe ik die zo. Hallo, iemand? Ja, jij komt heel mooi over. Hier zit een sterke modulatie in. De wat, wie, hoe, wie, wat, waar?
Er wordt iets afgekapt, misschien iets in de instellingen, dat weet ik niet zeker. En wat wordt er dan afgekapt? Ja, door bij de hoge tonen in je stem. Dus je klinkt niet wat zwaarder dan normaal. Ah, oké. Maar als jij ook aan het praten bent, moet je even wachten om de microfoon weer los te laten. Wachten om de microfoon los te laten. Ah, oké. Dat dus, inderdaad. Er zit een kleinere ruis in hier dan vast. Ja, maar zwaar, hè? Maar ik heb het op beeld staan, dus je kan het allemaal lekker morgen of waar dan ook weer lekker terugkijken. Haha. Mijn receive is tot en met 30 en transmit tot en met 7. Dus ik weet niet hoe dat nou zit. Omdat jij dus waarschijnlijk een sterker bakkie hebt dan ik. Ja, oké. Okay. Misschien kunnen we de transmissie nog wat hoger zetten, dat weet ik even niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar oké, okay, we gaan weer sluiten en even de boel even opruimen. Heel goed. Mag jij je kind weer uithalen, schat? Mooi. Rit overleef, schat. Ja hoor. Ja hoor. Weet je wat er is, schat? Goedemiddag. Hallo. Ik weet al welke box van ons is. Ja, ja, ja. Hi. Ja! Hallo. Nou, alert the truck. Dan gaan we eerst aan ontzettend. Twee camera's paraat. Oh, god, die is een paniekaanval. Nou, ze was echt heel braaf hoor. Ja. Oh, ze was alleen in het begin, het ging zo langzaam. Ze was aan het trappen aan doen. Hou jij er vast, maar ik kan ook die maken? Of wil jij er zo zelf pakken? Ja, die staat daar bij mijn auto. Ik hou hem hier even vast. Dan maak ik hem open en dan keer er weer om. Hou ik er, maar wat je ook kan doen, kijk. Ik doe altijd even dit dan. En als ik dan die wegdraai, gooi ik die even terug. Als ik dan heen ben altijd. Je weet nou wel en dat je op een vlog komt, hè meid? Op YouTube. Prima. Dat mag. Dus je hebt wel weer gelijk en reclame. Goed hè? Ja, dat is. Dat staat ook heel groot op je achterkant. Ja. Ja. Pakken, wat je wil. Ja, waar gaan jij daar heen? Ik doe het altijd even terug weer. Ja, mijn eigen paarden die weten het natuurlijk. Ja, ik laat wel alle houten voor. Hij gaat goed. Je kan dan zo pakken. Even een stukje achter. Dus ik blijf wel staan. Ik haal een beetje tegen. Hallo moffie, oma. Zo. Goed zo, kind. Hallo. Welkom. Dag liefie. Oh, oh, oh. Even. Even rustig. Even strekken. Ja, 22. Ja. 22. Oh, ik heb hier wel gelopen als klein kindje. Mijn vader had niet. Ja, en Ro die heeft hier paardenles gehad hier van hun, Roderick. En Roderick heeft hier paardrijles gehad van hun. Ja, dat heb ik toen vorige keer gezien. Zo, het loopt er lekker door, weet je. Ja, door, hou je door. Oh, kind, dat is spannend.
Welke box is het? Binnen. Zo, wat een ruimte, meid. Ik kan hier lekker lopen. Ik kan hier lekker, hier moet je zien hoe ze gelijk loopt, heerlijk. Wat een ruimte, schat, hij. Zo, wat een ruimte. Hé. Hi, Kien. Wat een ruimte. Wat een stalletje, Kien. Nou, als je gelijk eet, is het goed, hè? Wat een verschil, hè? Ja, maar dit is toch een ruime box, zo. Ja. En dan gaan straks die luiken nog open. Kan ze naar buiten kijken. Lekker, schat. Wacht even. Ja, is goed. Met rustig, even aan te maken. Ja, rustig, mannen. Hi! Zo. Kat, je gaat hier klimmen. Je gaat hier overheen. Springt daarop. Daarom heb ik al die constructies gemaakt, maar het helpt niet. Hij hangt nu over die hark heen. Met zijn achterlijf. En dan probeert hij met dat pootje zo die beesten eruit te halen. Oh, God. Dan houdt je hart vast. Maar hij kan er net niet bij. Wat is mama? Doe eens gewoon zacht, harder, zachter. Er gaat een gerucht van een schip op zee. Dat boer met de naam de Billy O'Tee. Wat zijn we allemaal aan het doen? Wat zijn we allemaal aan het doen? Wat de krup, doe gewoon normaal. Wat ben je maar aan het doen? Wat ben je maar aan het doen? Gaat niet. Gaat niet. Je put me er ook heen. Ja, ja, ja. Thank you.
daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.